Vanavond de tweede in de reeks kunstenaarsportretten gemaakt door Jan Ketelaars. We bevinden ons nu bij begraafplaats Brandenburg in Bilthoven, waar Truus van den Heuvel zich heeft laten inspireren door de verstilde omgeving. Kleiner 3D-werk. En wat heel eigen aan mijn werk is, dat het verstild is. Dat je er rustig van wordt, althans dat is de bedoeling. En dat het op een aandachtige manier gemaakt is. En ook beoogt eigenlijk dat iemand die ernaar kijkt of het bezoekt er ook rustig, aandachtig van wordt. Ik vond de begraafplaats aan de Brandenburgerweg prachtig. Ik vond de aanleg heel erg mooi. Dus het symmetrische aanleg van de paden. En wat me ook trof was dat koepelgebouwtje in het begin, wat als het ware herhaald werd in de manier waarop de evergreens geschoren zijn. Ook een soort koepels. En op beide dingen reageer ik met mijn werk. Dus zowel op die koepels als op dat padenplan, zou je kunnen zeggen. Die koepels en die geschoren bomen, dat zijn naar beneden gerichte donkere vormen. En je ziet me hier al staan met een naar boven gerichte witte vorm, die niet zwaar, maar heel licht is. En dat is dus, dit is een eerste versie. Daar reageer ik dus mee. Ik wil dus links en rechts van die koepel deze witte kelken hangen. Oh. Het werk heet dus ook Koepels en Kelken. Die begraafplaats die opent met het hek, dat heeft zo'n vorm. En daarvoor is een half rond, of min of meer half rond, grasveldje. En op dat grasveldje ga ik dus dat padenplan nog een keer herhalen. Ik tik of laat tikken, ik heb altijd assistenten erbij, houten paaltjes in het gras en die verbind ik dan met vlieselineband wat daarop geschroefd wordt. En zo heb je dus zo'n stukje van de grond, dus zo'n 20 centimeter van de grond, heb je dan zweven als het ware die vlieseline banen. En die gaan een beetje reageren op de wind en je ziet de schaduw in het gras, dus dat is wel interessant. De kelkvormen vertellen iets over de koepelvormen en de vlieseline banen vertellen iets over het padenplan. Maar daarbovenop vertelt het ook door de zachtheid van het materiaal, de witheid van het materiaal, sluit het, vind ik ook qua beleving wel aan bij een begraafplaats. Het heeft iets sereens, verstils. Het is allemaal heel kwetsbaar, vergankelijk materiaal. En dat heeft dus ook een uitstraling. Ik bedoel, zeker op een begraafplaats, die gaat dus over vergankelijkheid. Dus dat is helemaal op zijn plek. Deze vormen, die refereren ook aan de natuur. Mijn werk is de laatste tijd wat wiskundiger geworden, maar wiskundig op een ouderwetse manier, zou ik bijna zeggen. Dus deze vorm die noemen ze Vesica Piscis. Dat is als je twee cirkels zo op elkaar legt, op elkaars middenlijn, dan die tussenvorm, dat is deze vorm. En ik heb een tijdje heel erg met die vorm geëxperimenteerd. Dus als je de drie aan elkaar doet, zoals hier, dan krijg je associaties met beukennoten. Of als je ze verticaal doet, zo met bladeren. En als je er zes doet, dan lijken het pompoenen. En als je vier doet, lijkt het weer wat anders. Dus dan blijkt dat een soort wiskundige vorm heel erg ook in de natuur voorkomt. En dat vind ik dus heel mooi, dat dit zowel qua vorm als qua kwetsbaarheid vergankelijkheid aan de natuur doet denken. Dit was het eerste ontwerp van mijn kelk, maar die bleek
om dan lengte te krijgen, werd het heel erg breed. Dus toen heb ik de helft genomen van de breedte. En het grappige is, dat is ook weer een relatie met die vesica piscis, waar ik net over vertelde. Dit is dus een deel van dit. Dus weer een helft van een helft. Dit bijvoorbeeld, hè, dat is een zo'n geel klaproosje. Daar zijn dit de zaaddoosjes van. Nou, daar herken je ook weer iets in wat verwant is met deze dingen. Dus ja, je hoeft gewoon maar in je tuin om je heen te kijken of op een wandeling. En ik bedoel, als je eenmaal mijn leeftijd hebt, dan heb je heel veel natuur gezien. Hè? Zelfs als je niet heel veel, ik bedoel, een beukennoot, een zaaddoosje. Het zijn vaak hele kleine dingen, maar je krijgt hoe langer hoe meer behoefte aan stilte en ja. En natuur doet mij ook veel goed. Maar ja, ook natuur in hele abstracte zin bijgenaar. Dus bijvoorbeeld licht, hoe licht werkt, dat is natuurlijk ook natuur. Ja, en dat is heel wezenlijk bij dit soort werken. De schaduw die het werpt, de transparantie die het heeft, dat soort dingen. Dat is ook natuur. En die kant van natuur vind ik heel boeiend. Aan de Weegschaal in Bilthoven vinden we dit bronzen werk van Wout Maters. Bob van der Putten heeft dit uitgekozen om zich door te laten inspireren. Hoe hij dat gaat doen, dat zien we in het volgende filmportret van Jan Ketelaars. Over het algemeen maak ik beelden in hout, ongeveer een meter groot. En dit is een van mijn eerste projecten waarbij ik ze zo groot ga werken. Dus wat dat betreft was dat een hele uitdaging, een heel nieuwe ervaring. Om een beeld te maken wat is hier 3,70 meter hoog is en 6 meter diameter. Dus het is iets heel nieuws. Ik heb een beeld gekozen van Wout Maters. Aan de Orionlaan staat dat. Dat is een bolvormig beeld die een beweging uitdrukt. En dat beeld dat wil ik opnieuw onder de aandacht brengen. En dat wil ik doen door het beeld uit zijn natuurlijke omgevingen te halen. Want ik denk dat een beeld vergeten wordt omdat hij eigenlijk opgaat in zijn achtergrond. Dus die achtergrond wil ik weghalen en niet door het beeld te verplaatsen. Maar door eigenlijk de achtergrond daarvan te maskeren. En daarom wil ik daar een koepel overheen bouwen, een zogenaamde geodetische koepel. Dat is een koepel die ook vroeger bij het KNMI stond, als weerradar. En die je tegenwoordig ook nog op Schiphol kunt zien. Dat is een koepel die is opgebouwd uit allemaal driehoekjes. En die daardoor verschillende grootte en afmetingen een bol vormt. Ik maak daar een halve bol van en die plaats ik over het beeld heen. Daarbij wordt eigenlijk de achtergrond van het beeld vervangen door die koepel. Met al zijn ritmische driehoekjes. Ik heb de koepel opgebouwd uit bamboespaken met metalen verbindingstukken. En alle driehoeken zijn ingevuld met een iets licht doorlatend wit zeil. Waarbij er een ruimte ontstaat tussen het zeil en de bamboespaken. Daarbij hangt er in de koepel verlichting. Dus als het donker wordt, dan zal door al die naden die daar ontstaan, zal er licht naar buiten treden en daar een soort lijnenspel op de grond en in de lucht zichtbaar zijn. Ik heb in eerste instantie een tekening van gemaakt en daarbij gepuzzeld in de computer of het allemaal in elkaar paste. En het fraaie van deze vorm vind ik dat die in die regelmatige driehoeken opgebouwd lijkt te zijn, die niet allemaal gelijkvormig zijn. Maar in eerste instantie is dat een continu ritme van driehoeken die iedere keer een vijf of zes hoek vormen. En dat vind ik een van de mooie dingen van deze vorm. Die regelmaat erin, die herhaling. Dat is iets wat ik in de kunst, en niet alleen in de kunst, maar ook in de muziek erg waardeer. Als er een schier oneindige herhaling in zit.
waardoor je eigenlijk niet meer op één punt kunt focussen, maar continu van sterpunt naar sterpunt of van driehoekje naar driehoekje gaat. En dat zijn dingen die mij erg boeien. En daarnaast de bolvorm op zich vind ik heel erg spannend. Het feit dat alle krachten die op zo'n bol komen via die spaken altijd weer recht de grond bereiken, waardoor je, ondanks dat het heel dun materiaal is, ontzettend sterk is. Toen heb ik de materialen daarvoor besteld en gezaagd en geboord en een hele kerstvakantie daaraan kunnen besteden. En een week of drie terug heb ik hem als proef opgebouwd in een atrium van een woongroep. En daarbij was het dus heel spannend of alles wat op tekening allemaal zo prachtig klopt, in de werkelijkheid ook allemaal in elkaar past. En dat blijkt, dat blijkt in ieder geval heel netjes te lukken. Dus daar was ik erg content mee. Ik heb gemerkt, als je een aantal van die spaken in elkaar gaat zetten, dan op een gegeven moment ontstaat pas stabiliteit als het een beetje een ronde vorm begint aan te nemen. Dus als je er een groot aantal van die spaken aan elkaar hebt zitten, en voor die tijd wordt het allemaal wat bewegelijk. En heb je dus een hulp van een aantal vrienden en kennissen en buren nodig om dat allemaal overeind te houden. Totdat die bolvorm een klein beetje bereikt wordt. En zodra die bolvorm min of meer staat, dan is die zo sterk dat je eraan kunt hangen. En je kunt er overheen klimmen. Hier heb ik een tekening gemaakt waarbij ik de bol in zijn landschap heb gezet. En hier kun je op de grond zien hoe dat lijnenspel met die verlichting moet gaan worden. In de bol wil ik in principe zo weinig mogelijk laten gebeuren. Ik wil wel informatie verschaffen over wat Wout Maters met het beeld bedoeld heeft en wat die bol precies voor mij voorstelt. Een van de belangrijkste redenen vond ik dat, naar mijn idee, het beeld van de beeld die bol is. Ik kom zelf niet uit de beeld, maar als ik vroeger over de beeld hoorde of kwam hier in de buurt, het eerste wat je ziet is die bol van die radar. En dat is een soort eenheid geworden. Dus de beeld hoort altijd met die bol afgebeeld te worden, naar mijn idee. Dus vandaar dat ik die bol als inspiratiebron heb gebruikt. Dit waren de portretten van Truus van Heuvel en Bob van der Putten. Morgen Sascha Haschka en Nelly van der Geest. Vanaf 7 uur bij Regio TV De Beeld. Bis morgen!